zo niet veel gewicht kunnen dragen, zo gaat het verhaal. Te veel ambtenaren in dat deel van de toren zou het gebouw zomaar kunnen laten omkieperen. De nieuwe gemeentekolos staat pal langs de A59. Maar als u kijkt naar de achtergevel, die is heel bewust schuin ontworpen. Dat ontwerp heeft geleid tot vele vragen en vele geruchten. Dat de toren omvalt, om zo te zeggen. Dat zou gebeuren als te veel ambtenaren in het overhangend gedeelte bij het raam zouden gaan zitten. En dat is dan een beetje het verhaal van, gaat het kantelen? Nee, tuurlijk niet. Hangt er goed in. Hier zie je een constructie die het mogelijk maakt dat het torentje toch blijft hangen. Waar je ook staat, binnen of buiten, het gezichtsbedrog is fenomenaal. Vanuit deze hoek lijkt de toren maar één ding te kunnen doen. Naar voren vallen. Ja, absoluut. Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja. Vanaf begin mei kunnen de Waalwijkers terecht in hun nieuwe gemeentehuis. En dan beleven zij, exact als ze hier binnenkomen, hetzelfde gevoel als ik. Dat is een gevoel van verbazing. Je klein voelen en weer dat gevoel dat er iets gaat vallen. Als je nu hier door de glaskap omhoog kijkt, dan zie je waarom deze wand in de hal iets achterover helpt. Dat loopt buiten door. Het schoenenverleden van Waalwijk, het lijkt nu wel een interieurprogramma, komt terug op opvallende plaatsen in het gebouw. En dat zit dus in de balies, zoals je hier kunt zien. De balies zijn bekleed met leer. Hier kun je het al terugvinden voor mensen die een rijbewijs komen halen. Begin mei trekken er circa 300 ambtenaren in het gebouw. De verhalen over het omvallen zijn inmiddels wat verstomd. Het heeft geleefd. En inmiddels is het meer in de humorsfeer dat collega's het er nog over hebben en er geintjes over maken. Er wordt overgesproken, het is wat u zegt, een gebouw waar niet over gesproken wordt, nou, dan denk ik, dat is toch wel jammer, hè? Hier wordt over gesproken. Joost Wagerman heeft dit jaar het geschenk voor de 75...